Robert Krabbedam, een Amsterdammer die met Feyenoord basketbal wint van een Amsterdamse ploeg. Ja. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, dat is altijd lekker. Ik bedoel, je wil natuurlijk altijd winnen van Amsterdam. Zeker als je uit Amsterdam komt en je kent veel van die jongens. Ik ben echt blij met de overwinning. Want we hadden natuurlijk wat moeizame start als team. Veel wisselingen, blessures. Nou ja, dat hoort erbij. Heb je mee te maken. Maar het is wel lekker als je nu gewoon die win in eigen huis pakt. En dat we gewoon weer vooruit kunnen kijken naar de volgende wedstrijd. Met een positief gevoel. Waardoor lukt het vanavond wel? Nou, ik dacht dat we met een goede intensiteit speelden, vooral verdedigend. En daarmee geef je meteen een signaal af gewoon dat we hier komen om die wedstrijd te winnen. En dan zie je dat op momenten dat het aanvallend ook beter gaat lopen. En ik denk dat we gewoon als team, als collectief gewoon sterk speelden vandaag. En gewoon echt met absolute wil om te winnen. En daarmee dwing je uiteindelijk af dat Amsterdam niet veel te scoren komt. En we die wedstrijd gewoon redelijk comfortabel winnen. In hoeverre heeft het ook mee te maken dat jullie een stuk feller zijn dan Apollo Amsterdam vanavond? Ja, dat is natuurlijk in het basketbal altijd belangrijk dat je agressief speelt. Maar je moet ook wel je hoofd erbij houden. Zij hebben ook wel een paar wapens en daar waren we goed op voorbereid. Dat hebben we denk ik goed weggenomen. Normaal spelen ze ook met Aaron Royer, die natuurlijk een hele ervaren goede point guard is. Maar ja, dat neemt niet weg. Afgelopen wedstrijd zonder hem scoorden ze ook 81 punten. En vandaag zijn dat er veel minder. Dus we hebben gewoon een goede job gedaan. Is het misschien het enige kritiekpunt dat jullie niet een hogere score hebben kunnen neerzetten tegen dit Amsterdam? Ja, dat had gekund denk ik. Maar ja, dat geeft ook aan dat we nog in het begin van het seizoen zitten. En dat we gewoon nog veel verbeterpunten hebben. En daar gaan we ook mee aan de slag. Maar het is altijd een stuk lekkerder werk op trainen na een overwinning dan na een verliespartij. Want waar staat dit fijne basketbal momenteel? Nou ja, op dit moment staan we gewoon nog aan het begin van het seizoen. En we hebben nu de eerste wedstrijd gewonnen. Dat is lekker. Maar ja, we hebben nog heel veel wedstrijden voor de boeg. Hopelijk komt Jeroen over een paar weken terug naar zijn blessure. Treffer die gaat hopelijk snel mogelijk aansluiten. Dat hij ook mee mag spelen als de vergunning er is. En dan zijn we compleet. En dan kunnen we denk ik echt stappen gaan maken. In hoeverre is dan deze overwinning zo belangrijk? Natuurlijk voor de punten, maar ook voor het spiraal van het team. Ja, gewoon voor de spirit, voor de jongens en voor de energie. En ook ja, Amsterdam-Rotterdam, dat is altijd gewoon een beetje een beladen wedstrijd natuurlijk. Voor alle jongens. En dat merk je, het is altijd een mooie knokwedstrijd. En het is gewoon lekker als je die pakt in eigen huis. En ook voor de fans die er waren vandaag. Voelde dit ook een beetje als een echte klassieker? Ik heb natuurlijk een paar jaar dat ik hier nu speel, heb ik heel wat meegemaakt. En ik heb wel wat vurigere Amsterdam-Rotterdam. Maar ik weet zeker dat die nog wel komen. Dus bij de volgende zou ik zeker komen kijken. Want jullie geven nu wel het goede voorbeeld ten opzichte van de voetbal en de Feyenoorders. Ja, uiteindelijk willen we natuurlijk met alle sporten willen we natuurlijk winnen en het goed doen. Maar ik moet zeggen, we hebben Feyenoord, we zijn naar de wedstrijd geweest, zijn we warm ontvangen. En ADO had ook geen schijn van kans, dus dat deden ze ook gewoon goed. Apollo Amsterdam vanavond ook niet. Nee, dus dat is een goede week voor Feyenoord.